Ja, de rechthoekzijde berekenen van een rechthoekige driehoek. Nou, je had verschillende situaties, laat ik ook zien in al die andere filmpjes. Ik heb hier heel veel filmpjes over, veel meer dan over, althans met wat betreft de algemene uitleg. Ik laat het echt in verschillende filmpjes, laat ik het zien, in verschillende voorbeelden. Heb je hier te weinig aan, dan kun je namelijk ook die andere voorbeelden nog bekijken. En meeschrijven, dat helpt ook. Voor niet iedereen is één voorbeeld genoeg, dat is gewoon zo. Hè? En dat heeft ook helemaal niets, want niet iedereen hoeft wiskunde gewoon in één keer gelijk te begrijpen. Ja, zo simpel is het. Van driehoek DEF weet je dat hoek F gelijk is aan 90 graden. Dan moet je er een schets van maken. En eigenlijk, normaal gesproken, als je DEF zou gaan schetsen, dan komt die F precies daaruit. Zo zou ik het normaal gesproken schetsen als ik hem zelf schets. Maar aan de andere kant probeer ik ook altijd zo makkelijk mogelijk te schetsen. En wat ik dan dus doe, dan pak ik gewoon, dan leg ik die F, die leg ik niet hierbovenin. Maar die leg ik daaronder. Vind ik net zo fijn werken. Hè? Dus dan doe ik gewoon daar die F. En dan heb ik hier die rechte hoek. En moet ik even opletten dat ik het goed doe hoor. F, DF is 2. Nou, dat heb ik iets te lang getekend. Dus die teken ik even wat korter. Zo. Nou, en dan krijg je dus DEF. Dus hier zit D. Nou, DF wist ik, die was 2. Die zet ik erbij. En dan heb je ook nog EF, die moet je gaan berekenen. Dus deze willen ze juist dat je weet, hè, dat je die gaat berekenen. DEF. En dan heb je hier nog de schuine zijde. Nou, je kunt ook zeggen, ja, die F zit bovenin. Ik ga hem zo afmaken hoor. Die F zit bovenin, dus ik teken gewoon hier een rechterhoek F. Die teken ik hier. En dan krijg je dus DEF. Ik denk dat dat voor jullie fijner is. D, E, F. En dan ga je kijken. Nou, D, E is 3. Dat zou dan deze zijn. En D, F is 2. Zo. En dan moet je deze berekenen. Dat kan natuurlijk ook. Zet er wel bij centimeters. Als het centimeters is. Nou, dat heb ik laten zien. Hoe je dus een schets maakt. En in het voorbeeld in het boek draaien ze soms de driehoek. Dat de F onder ligt, zoals ik net deed. Dat gebruik ik vaak, omdat zie ik meteen, want ja, dat vind ik gewoon veel fijner overzicht. Dan heb je gewoon gelijk, de schuine zijde ligt dan ook schuin. In het boek gebruiken ze soms zo, dat als er een rechte hoek is en die zit bovenin, leggen ze hem zo weg. Ik denk dat nu voor jullie dit eigenlijk de handigste is. Maar dat komt dus allemaal niet zo precies, als je maar gewoon een schets hebt die klopt. En je moet er een beetje je eigen weg in vinden. Wat vind je zelf het fijnste, hoe je het aanpakt met tekenen? Nu gaan we opschrijven dat hoek F 90 graden is. Waarom? Als er een rechte hoek in zit, dan geldt Pythagoras. Oh ja, ik zal nu dan zetten. Dus, Pythagoras geldt. Soms moet je misschien even de kale formule opschrijven. Met rechthoekzijde 1 in het kwadraat plus rechthoekzijde 2 in het kwadraat. Ja, ik heb het inmiddels al zo vaak gezegd, maar misschien is het enige filmpje wat je kijkt. En in dat geval zeg ik, moet ik het toch noemen. Zorg dat je dat navraagt bij docent. Het boek begint gewoon meteen met de rechthoekzijde. Gewoon DF uit de driehoek. Dus dit is DF in het kwadraat plus EF in het kwadraat. Is gelijk aan DE in het kwadraat. Nou, dan heb ik deze. Dus deze heb ik. Die EF heb ik niet. Die wil ik juist berekenen. En dit is DE. Dan ga ik invullen. DF in het kwadraat is 2 in het kwadraat. Plus EF in het kwadraat heb ik niet. Niet zo'n vraagteken gaan schrijven. Nee, echt gewoon zijn naam gebruiken. Dus EF in het kwadraat is gelijk aan DE in het kwadraat. Maar die hebben we wel. Dus dan maak je van 3 kwadraat. Dan ga je ze uitrekenen wat je al hebt. En dan krijg je dus dit. Zo, en dit is 9. Nu ga je, hieruit volgt eigenlijk hoe groot EF in het kwadraat is. Want hoe werkt dat nu? Nou, als je, dit is de balansmethode. Je haalt hier aan beide kanten 5 af. 4 af, excuses. 4, hier deze 4, daar moet je vanaf, hè, want dan hou je die EF in het kwadraat over. Dat mag best, als je dat aan de andere kant maar ook doet. En dan krijg je hier dus EF in het kwadraat is gelijk aan 5. Nou, stel je nu voor dat je denkt, ja, dat is allemaal mooi, die balansmethode. Dat in hoofdstuk 3.
En toen deed ik nog niet zoveel. Dus ik beheers dat niet goed. Dat kan, hè. Zou ik sowieso wel adviseren het op te halen. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt ook gewoon hier je vinger op leggen. En dan denk je 4 plus iets is 9. Dan moet dat iets wel gelijk zijn aan 5. Hè, dus het is handig als je hoofdstuk 3 goed hebt gedaan. Als dat goed gelukt is. Want dan kan je het nu gewoon gebruiken. En heb je zoiets van, ja, daar snapte ik niks van. Of ik maakte mijn huiswerk niet goed of wat dan ook. Dan doe je het gewoon op die andere manier. Gewoon met logisch denken. Dan zie je, oh, 4 plus puntje, puntje, puntje is 9. Oh, dan moet dat wel 5 zijn. En we rekenen toch alleen maar met positieve getallen. Omdat we in driehoeken rekenen. Dus dan is het ook makkelijker gewoon zo te zien. Kortom, EF is de wortel uit 5. Ben je klaar? Willen ze alleen maar, ga je dit alleen maar uitrekenen om te gebruiken om verder te rekenen? Laat je hem staan. En anders, zo'n kriekeltje, ja, ik weet niet hoe dat heet. Een ongeveer tekentje, 2,2 centimeter. Er staat nergens bij in hoeveel decimalen, hoeveel getallen naar de komma. Maar dit is in geen getallen, deze ook niet. En dan is je antwoord dus net eentje meer, dus in dit geval 1. Ik besef dat ik, want ik neem ze allemaal achter elkaar op, ik besef dat ik heel veel dezelfde dingen zeg, maar ik moet er altijd rekening mee houden dat iemand maar één filmpje ziet. Hè? Ja, dat kan. Dan moet ik wel het volledig vertellen, anders dan gaat hij de mist in op de toets. Nou, 2,2, klopt dat? Ja, althans, het klopt in ieder geval. Je hebt in ieder geval de juiste allemaal ingevuld en zo, omdat 3 is de schuine zijde en die is het langst. En deze 2,2 zou zomaar goed kunnen zijn. Dit is ook goed. Dat was hem. De rest staat erop of komt eraan, ligt eraan wanneer je het kijkt. Maar waarschijnlijk kans is het grootst dat als je dit kijkt, dat het dan al erop staat. Heel veel succes en vooral heel veel plezier met Pythagoras en met de sommen. Het is echt een van de leukste onderdelen van de wiskunde, denk ik. Veel plezier ermee en tot het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken. Doei!